einde van de week vrijdag, die deze week ook meteen is omgedoopt tot de einde van de skatevrijdag. Zo, dat kun je wel stellen, ja. Skate is namelijk is al tot aan zijn middel afgestorven. En het gaat heel langzaam, rot dat verder. Tot waarschijnlijk haalt hij het eind van deze aflevering niet. Want Skate, wat heb je gedaan vannacht? Dragon Age gespeeld. Ja. En toen zag ik opeens dat het 8:30 was. Ik dacht, oeh, misschien moet ik maar even een douche gaan pakken en een kopje koffie zetten en doorgaan naar kantoor. Ja. Want ik heb nog wat items op te nemen, waaronder deze einde van de week vrijdag. Maar gelukkig ga ik straks lekker eventjes een paar dagen in chill mode in Berlijn. Ah, je gaat heerlijk. Naar een technoparty. Ik ga wel naar een technofeestje morgen. Maar dat is Detroit, Derek May, Moody Man, Kenny Larkin. Okay. Dus het is redelijk soulvol, lekker warm, techno. Dus het is niet dat ik dan ga. Dus, maar in ieder geval lekker tof, relaxen. Dragon dus. Age? Ja. Er is op dit moment zoveel toffe games waarvan ik weet dat je er ook een aantal heel erg tof vindt. We hebben een periode gehad dat je je kapot verveelde. En nu is er heel veel. En dan speel je natuurlijk ook om te reviewen. Maar je bent wel iemand die houdt van diepgang. Je zit volgens mij te wachten op Bloodborne, Dark Souls, dat soort games. Pittig, uitdaging, RPG. Maar ik had het idee van dit is zware dobber. Nou, zware kost in de zin van, kijk, het is niet moeilijk à la Dark Souls, maar het is een andere, lastige te benoemen moeilijkheidsgraad. Het is vooral inderdaad diepgaand wanneer het op de verhalen aankomt. Heb jij de serie absoluut nog niet gespeeld, dan kan ik je niet aanraden om deze game zomaar eventjes te spelen. Want dan word je echt in het diepe gegooid met tig verhaallijnen en een hele lore die eraan vooraf gaat natuurlijk. En dat komt allemaal weer terug in het derde deel. Maar het is wel... Ik heb hem voor kerst. Ik heb hem bewaard. Echt zo van, ja. Het is behoorlijk genietig. Ik ben met de rest bewaar ik voor de review. Ik ben met Far Cry bezig. En ik heb van gisteren nacht. Ik heb eerst voetbal gekeken. Ben ik een uur achter een blauw schaap aangegaan. Het is zo kut, dan moet je die beesten doden. En ik wil die beesten niet doden, maar ik kom er al vrij snel achter. Dat je die beesten nodig hebt, anders kan je niet extra wapens en extra geld. En toen moest ik een blauw schaap en die beesten, die staat er op de map. En dan ga ik daar naartoe, nog geen blauw schaap te zien. Een uur achter dat beest gezocht, ik kwam alles tegen, van neushoorns tot apen. Op een gegeven moment gaf ik het op, loopt er een blauw schaap voor mijn ding. Dat soort dingen. Maar het is wel echt een vrede game, maar het is wel echt exact Far Cry 3. Dat hoor ik wel vaker inderdaad. Jeetje mina, maar echt ook op een gegeven moment dan ga je naar een wat moeilijker kamp toe en dan zit er zo'n gast met zo'n helm op en een bepansering en een geldmachine. Allemaal die dingen zijn exact hetzelfde. Het is niet zozeer Far Cry 3, het is gewoon Ubisoft. Ja, precies. Nou, 3000. Ik ga die game ook niet afkomen, want ik vind het echt een waanzinnige experience. Alleen al het lopen door dat gebied heen en het rijden, dat is heel tof. Maar soms verbaas ik me dan wel dat bijvoorbeeld een Call of Duty wordt afgekampt omdat het steeds hetzelfde is. Terwijl dit echt soms echt op het banale af exact hetzelfde is. Als Assassin's Creed eigenlijk ook een beetje exact hetzelfde is. Maar dat wordt dan toch heel vaak heel hoog ingeschaald. Misschien ook doordat er een hele toffe verhaallijn in zit. Maar die zit in de nieuwe Call of Duty ook. Dus... Ja, maar ik bedoel, het is wel een wereld waarin je veel meer vrijheid hebt. Ja, nee, dat is toch... Veel minder lineair. Het is toch veel minder het trucje 7 uur lang opnieuw en opnieuw en opnieuw doen. Dit is een game die je langer dan 7 uur speelt. En waar je gewoon veel meer kanten op kunt. Nee, daar ben ik het ook absoluut mee eens. En het is een aanrader. Ik heb nu eigenlijk die beide consoles thuis staan. En dat is ook wel grappig om te zien dat je dan eigenlijk ook meteen die 360 en die PlayStation 3 gewoon echt niet meer aanraakt. Ja. Het is echt in één keer gewoon bam, je speelt het niet meer. Bij mij hebben ze de eerste 2 maanden stof verzameld. En dat was ook mede vanwege het feit... Enerzijds vanwege het feit dat er nog niet zo heel veel tofs was. Nee. En dan zal Boris zeggen, ja, Battlefield 4, ja, prima. Maar op dat moment was ik me nog heel erg aan het vermaken met Dark Souls 2 op de Xbox 360. Ja. Maar die heb ik inmiddels, gewoon die DLC heb ik uitgespeeld. En ja, in deze periode is het wel gewoon gamers heaven, hoor. Nou, terwijl ik dat zeg, realiseer ik me wat er de afgelopen weken natuurlijk allemaal zich afgespeeld heeft. Heaven and hell, laat ik het zo zeggen. Hè? Ja, nee, we hebben het er al meer dan genoeg over gehad. En laten we hopen dat in 2015 toch wel over een andere boeg gegooid gaat worden. Maar er komen in een aantal van deze items die
hierop staan. Ja. Toch ook wel. Yeah. Ja, hè? Jantje. Ja, ik heb ook een Jantje. Ja, nee. Ja, ook kom je daar, komen we daar nog op? Ja, nou, we gaan er toch meteen eigenlijk weer op inhaken op al die ellende. Want je ontkomt er niet aan. Ubisoft, als ze hem oppassen, dan wordt het binnenkort, gaat het thee eraf. Dan wordt het Ubisoft. Maar goed, ze gaan het herstellen. Hoe lang heb je daarover nagedacht? Hele nacht. Twee toffe dingen. Gisteren hebben ze bekendgemaakt dat als je Assassin's Creed hebt gekocht, je een gratis, in ieder geval gratis DLC krijgt. Eergisteren. En als je een Season Pass hebt, nou die Season Pass die bestaat niet meer. Je krijgt gewoon een gratis game naar keuze. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een Far Cry 4 kan kopen. Of ja, maar echt? Kan staan krijgen. Er niet ergens kleine lettertjes van dat het ouder dan 2 jaar moet zijn? Nee, of zo, dat nee, je, echt een nieuwe game. Die, hoe heet die shooter? Advanced War? Ja, dat soort shit. Ja. Of dat je alleen mag kiezen tussen Just Dance en The Raving Rabbids of zo. Nee, alles mag. Ook leuk. Ook leuk, voor je vriendin. Het is het, wat ik grappig vond is dat, dat die mededeling werd gedaan. Ook wel echt middels een toffe mail met sorry, we hebben een fout gemaakt, blablabla. Hadden ze meteen moeten doen dit. Niet na nu, maar na dag 1. Maar wat ik opmerkelijk vond is dat ik zag meteen tweets, ook van journalisten van oh, wat tof van ze dat ze het gedaan hebben, wat goed en wat een knieval en dat soort dingen. Nou, oké, prima. Maar dan zit ik toch te denken van, dan moeten ze straks al die DLC, 14,95, gratis weggeven. Nou, laten we zeggen dat er inmiddels al 1 miljoen, 2 miljoen Assassin's Creed zijn verkocht. Bam, weet je wel, dan gaan ze gratis games. Dat kost zoveel geld, plus een imago die geschaad is. Waarom niet een maand uitstel? Het wordt mij steeds onverklaarbaarder waarom ze die game op deze manier uit hebben gebracht. Ja. Ik vind het een goede daad. Aan de andere kant moet je daar nou om juichen. Weet je wat het ding is? Je moet even teruggaan naar de kern natuurlijk. Ik bedoel, leuk dat ze het allemaal doen. Ja. Maar die paar miljoen Assassin's Creed spelers, ja, die ook niet zaten te wachten op Far Cry, ja, of op welke andere Ubisoft game, ja, dan ook, maar die puur en alleen jarenlang, precies, smachten naar die current gen Assassin's Creed. Ja. De nieuwe wereld, Frankrijk, co-op, noem het allemaal maar op, next level graphics en gameplay en het wordt ten dele delivered, ja, dan, ja, heb je te maken met een paar miljoen zwaar teleurgestelde mensen. En dan is het, dat is een pleister op, hè? Een pleister, ja, op de wonden, maar het neemt niet weg, nee, dat die mensen teleurgesteld zijn, precies, geweest. Het doet mij een beetje denken aan, af en toe dan laatst was er ook een wedstrijd, volgens mij was het Southampton tegen een andere Engelse club. Aston Villa, Southampton? Ja, 8-0 was dat. Nee, dat is, oh nee, nou, dat is een tijdje geleden. Sunderland, die verloren, ja, met 8-0. En dat gebeurt ook wel vaak. En dan zeggen de spelers van het team, nou, het is zo kut voor jullie, weet je wel, dat is zo slecht. We betalen jullie kaartjes terug. Maar dan denk ik van, oké, heb je geld terug, maar je hebt wel die wedstrijd verloren. Ik bedoel, dan dat geld kan je op dat. Nou, ik had liever die wedstrijd gewonnen. Dus het maakt het verdriet er echt niet minder. Nee, om. Ik had liever gewoon in één keer gewoon een goede game gehad, met heel veel enthousiasme, dan dat, oké, leuk, een extra game erbij. Maar, dus, ja, tof dat je het doet. En in ieder geval beter dan helemaal niks doen. Dus, maar het is wel inderdaad damage control. En zorg nou gewoon dat je games gewoon meteen goed zijn. Want mensen blijven het wel onthouden. Ondanks dat je nu iets gratis krijgt, is je imago wel een beetje geschaad. Ja, misschien moeten we ook af van de harde release data en zo. Ik weet hoe het werkt met, ja, weet je wel, periodieke dit, dat, zus, zo. En jaarlijks, hoe heet die dingen? Zij moeten jaarcijfers, fiscale, ja, dit, dat, zus, zo. Het zal allemaal worst wezen. Kijk, met films of met muziek kan het vaak wel gewoon, weet je wel. Dat hebben ze gewoon wel on lockdown. Maar bij games zie je toch vaak last minute nog aanpassingen, middels gesloten en open beta's en noem het allemaal, ja, op. En ja, dan ze is zeggen het nu wel, Ubisoft, dat ze dit niet hadden kunnen testen. Ook een heel apart verhaal. Ik denk dat we er mee te maken gaan krijgen, helaas, in de komende tijd. Het wordt allemaal complexer met al die online modes en techniek en weet ik allemaal wat. Het is spannend. In de lijn daarvan komt natuurlijk binnenkort de Crew uit. Er is een open beta, die is volgens mij dan alweer afgelopen. En dan komt de game uit. En Ubisoft heeft aangegeven dat de reviewers of de bladen, de media, die krijgen de game pas op de dag van de release. En dus niet daarvoor. Dat betekent dus dat de reviews
sowieso pas na 24 uur zullen verschijnen. En zeker bij zo'n game waar het gaat om het sociale aspect. Misschien wel in de dagen daarna. Daar waarschuwen ze voor, omdat, en dat vind ik ook terecht eigenlijk. Ja, zo'n game waarbij het om gaat dat je het online test als iedereen massaal online zit en niet een paar developers en een paar journalisten. Dat kan je niet op dag 1 testen, heb ik altijd al gezegd. Dus ik, wat er nu gebeurt is dat publishers het nu zelf in hun hand gaan nemen, omdat de media blijft maar de hele tijd op die day one shit hameren, die clickbait dingen. Ja, maar aan de andere kant, daar zorgen de ontwikkelaars en de uitgevers ook zelf voor natuurlijk. Hè? Ik bedoel, in het verleden was er nooit een vuiltje aan de lucht. Nee. Singleplayers met online elementen, die kreeg je een week, 2 weken van tevoren binnen en dan wist je al dat het goed zat, weet je wel. Ja. Dan was die game af. En dat lijkt tegenwoordig gewoon een heel ander verhaal geworden te zijn. En ja. Dan denk ik ook bij mezelf van, ja, het is allemaal leuk en aardig dat jullie daar nu een commentaar op geven. Maar jullie zorgen er ook zelf voor. We zien het de laatste tijd met meer games. Activision, hetzelfde verhaal met Call of Duty. Die kwam ook gewoon op een groepje journalisten na. Die hem eerder hebben kunnen spelen, een week eerder hebben kunnen spelen, kon die ook gewoon een beetje rond de release dag. Maar ook die hebben hem gemultiplayed in een sessie, maar dan speel je gewoon tegen developers in Amerika. Dan zit je met ze, weet ik veel, maximaal 60 op een server. Ja, dat loopt allemaal. En het probleem met de crew is dus dat al die dingen die ze erin verwoven hebben, die worden wel met beta's getest, maar dan zit je nog steeds niet aan je maximale aantal. Dus En deze game sowieso, hè, de crew draait helemaal om het sociale aspect. Dus het is logisch dat ze daartegen waarschuwen. Het is wel nog grappig, hè, dat ze nu al aangeven, vertrouw niet te veel op de eerste reviews. Dan geef je eigenlijk al aan dat je bang bent dat er iets helemaal vermis gaat. Ja, maar dat idee heb ik al een paar weken. En dat heb ik ook al eerder uitgesproken over de crew. Okay. Gewoon de gesloten beta, vervolgens de open beta. Ik kreeg ook de vraag op Twitter van iemand van, ja, is dit nou om de laatste plooien glad te strijken en om te kijken of het online allemaal echt functioneert? Of speelt er misschien iets meer? En voor mijn gevoel speelt er gewoon iets meer. Ik vind dit een beetje een verkapte vorm van last minute zieltjes winnen. Voor mijn gevoel wel. Indekken, ja, want ik heb niet het idee dat de hele wereld nou massaal warm loopt voor de crew. Ja, het is, ik bedoel, een online multiplayer co-op racer in een grote open wereld. Ja, ja, met Drive Club hebben we natuurlijk al niet al te veel hoop daarop gehad. Nee, en dan komt er een open beta van. Ik dacht van, hè, was die game al eigenlijk niet uit? Of ja, what the fuck? En dan zeggen ze ook al van dat je gratis DLC gaat krijgen als een soort van, ook als een soort van pleister op de hond, terwijl die game eigenlijk nog niet echt lekker loopt. Wat een doodgeboren kindje is dat, zeg. Ja. Activision, Call of Duty Advanced Warfare is natuurlijk uit. En ik zag dat gisteren op Twitter voorbij komen. En dan zie je ook wat het gevaar van Twitter is. Want ik las dat de kop was van dat Activision YouTube-video's van Advanced Warfare gaat aanpakken. Omdat dat hun property is. En toen dacht ik, dat meen je toch niet? Dat je dus, wat een smerige geldlikkers zijn dat. Maar geldlikkers, je kent ze niet. Ja, weet ik kom er niet helemaal uit. Maar in ieder geval... Tientje. Het gaat, dus dat bedoel je van, het is niet goed uitgelegd. Wat ze willen is dus, het gaat om video's van bugs en exploits en cheats en dat soort dingen. En dat vind ik alweer wel weer wat anders. Alhoewel ik niet zo heel erg ben voor censuur op YouTube en share en dat soort dingen. Maar wat vind jij ervan? Ik vind het bullshit. Ja? Ja. Ik bedoel, zorg maar gewoon dat je game cheat, glitch, bugvrij is. Ja. Klaar. Gaan we weer terug naar de kern. Je kan wel gewoon gaan wijzen naar mensen die er gebruik van maken. Als jouw game gewoon waterdicht was geweest, was er niemand die er gebruik van maakte. Nee, nou, daar heb je eigenlijk ook al helemaal gelijk in. Tuurlijk. Dan hebben ze dan straks gewoon 8 man in dienst alleen om die YouTube-video's. Hadden ze die 8 man ook in dienst kunnen nemen om de bugs eruit te halen. Precies. Dus inderdaad, van bizar. Zitten er rare bugs in? Ben je al iets raars tegen? Ik vind het allemaal wel reuze meevallen. Er schijnen zo en zoveel exploits te zijn. In een patch werd het ook aangegeven. Die exploit is eruit. Het is echt een sport, hè? Ik heb niet eens mensen tussen die muren in zien zitten, joh. Dus, maar goed, het zal allemaal wel. Ik zou het fijner vinden als... dingen als client hit detection en dergelijke gewoon gepatcht zouden worden. Ja. En gewoon online functionaliteit, gewoon soepele game ervaring online. Mm. Maar goed. Ja, en daar heb je natuurlijk ook gewoon de Destiny's Loot Cave. Af en toe opeens is er een cave gevonden die helemaal vol zit met loot en die wordt dan weer gesloten. Want moet er nog een traantje om laten dat die gesloten werd. Ja. Niet gesloten, maar de periode tussen...
het spawnen van die monsters. Die hadden ze 40 seconden langer gemaakt of zo. Ja, en dan wordt het toch een stuk vervelender om daar achter dat rotje te blijven staan. Ah, oké. Om te schieten. Maar goed. Zijn dus echt mensen die daarop zitten te flassen? Ja, maar dat is al jaren, sinds jaar en dag zo. Club Exploit. Ja, maar ik bedoel, en dat is ook wel, dat heeft wel een bepaalde charme, vind ik gewoon. Het is, en je zet er een beetje de ontwikkelaar mee te kijken. Ja. En, zolang het kan, haal je er gewoon een beetje voordeel uit. Ik, I condone it, hè? Laat het wel even duidelijk zijn. Want ik haat het als ik gewoon online word verslagen door iemand die gebruik maakt van een exploit. Ik zou dat zelf nooit zo snel doen. Maar het hoort er een beetje bij gewoon. Okay. Ja, nu is, ja, nee, ja, vroeger had je in FIFA altijd dat je van de middenlijn in één keer gewoon een bal erin kon jetsen. Dat bedoel een soort van exploit. Of, en tegelijkertijd ik weet kritiek op de ontwikkelaar. Welke map dat was, dat je zeg maar, je had een middengedeelte aan de ene kant de flat, aan de andere kant de flat en had je een hijskraan. Nachtstadion. Oh, je hebt het al over een andere game. Nee. En had je Call of Duty en had je inderdaad zo'n hijskraan. En dan die kon je daar met een exploit kon je inspringen. En dan kon je er helemaal bovenin. En dan ik popte die erin. Met twee kantoorgebouwen aan beide zijden. Dat was een toffe map. Modern Warfare 2 was dat volgens mij. Oh. Maar die exploit was heel vervelend. Maar je kon ook misspringen. Dat is ook wel leuk. Zeg, die gaat zeg je weer naar beneden kukelen. Goed. Sony ziet de kracht van de PlayStation in. Hebben aangekondigd dat ze wat minder televisie en telefoons gaan doen. En meer uit de PlayStation willen gaan halen. Om zeg maar het hele firma uit het slop te trekken. En gaat dat lukken? Valt er nog heel veel te winnen? Kunnen ze nog verder? Ze lopen natuurlijk wat voor op de Xbox One. Alhoewel de Xbox One het ook steeds beter gaat doen. Ik verwacht dat de Wii U begint ook op stoom te raken. Als je ziet dat er toch bijna 500.000 Smash Brothers in Amerika zijn verkocht op dag 1. Ja. Denk je dat er dan zelf, dat tv en al die andere divisies, dat ze het verlies, dat loopt echt in de honderden miljoenen? Televisie is sowieso een verloren zaak, lijkt het zo'n beetje. Vroeger was je de koning met een Bravia. Maar Nee, dat gaat helemaal nergens meer over. En telefoon is natuurlijk Ericsson. Ja, maar die lopen ook allemaal achter, weet je wel. En het zijn allemaal verliesposten. Maar ik denk niet dat de PlayStation 4 ze echt uit het slop gaat trekken. Vanwege het feit dat je nu echt geen brede publiek ermee opeens gaat bereiken. Wat voor reclame je er ook tegenaan knalt. Maar het ding is, het is geen apparaat wat zwaar op vernieuwteerd of zo. Het is geen multimedia apparaat dat mensen jarenlang hebben moeten missen. Het is voornamelijk een gameconsole waar ook wel wat multimedia mogelijkheden bij zijn. Maar het is niet iets dat je nu opeens kunt marketen bij een breed publiek. Van hey, zet dit in je huiskamer en je hebt de tijd van je leven met alle verschillende soorten en media. Plus, wat ik verwacht is dat uiteindelijk de strijd gaat gewonnen worden, ook op prijs. Dat is echt heel belangrijk. En ik heb het idee dat Microsoft, heeft toch behoorlijk gekozen om met die Xbox One door te gaan. Hebben denk ik ook behoorlijke diepe pockets. En zullen, als ze achteraan blijven de hobbelen, als ze niet echt een spurt gaan maken, zou me niks verbazen als ze bijvoorbeeld op een E3 aankondigen dat ding €50 goedkoper gaat worden. En dan wordt het op een gegeven moment voor Sony ook wel zaak om bij te blijven. Dat betekent dat je minder winst maakt. PSN, ja, dat weet je wel, soms draait het prima, maar er zijn ook genoeg dingen die niet goed lopen. De Xbox, daar betaal je dan voor, hè? Precies. Nou krijg je natuurlijk wel een hele hoop vette games. Maar ook dat, je merkt gewoon van, en daar moet ook geld naartoe. Dus het is niet zo, de winstgevendheid wordt wat dat betreft, gaat dan steeds meer op software zitten. De exclusives. Dat zal dus heel spannend zijn. Of extra diensten. Nou ja, die PlayStation TV. Ja, dat is dan weer zo'n mediakastje, weet je wel. Daar hebben we er al zoveel van. Het zal echt tricky worden voor Sony. Ik gun ze het allemaal, maar het gaat pittig worden. Zeker. Trailers. We hebben een trailer van Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. En dan maak ik nog een announcement ook achter. Scholar. Maar het is Scholar. Het is een announcement trailer. Insane. One drowned in poison, others come with flame. Still another slumbers in the realm of life.
not one of them stood here as you did. Skate, jij bent een enorme Dark Souls fan. Nee joh, ben je gek. Een fetischist als het ware. Je moet dit spelen op insane. Nee, de game is insane. Er is maar één moeilijkheidsgraad. Oké. Maar die wordt gewoon, de game wordt per new game alsmaar lastiger. Oké. En nou heb je hem natuurlijk al gespeeld op de oude consoles. Ja. Dit is met alles erop en eraan. Ga je dit nou nog een keer spelen? De HD remake. Ik zal ongetwijfeld wel weer gaan checken, maar met een bloedend hart. Plus ik bedoel. Bloodborne komt de week daarvoor uit. Wat bezielt die rare Aziaten toch soms, weet je wel? Wat is dat toch? Ik bedoel, zet gewoon lekker hoog in op Bloodborne. En het tekent ook, ik zag het ook een collega op Twitter eerder al zeggen. Samuel zat voor mij, was het, die had het over leuk en aardig, weet je wel. Dark Souls 2, HD remake. Maar het tekent ook wel de creatieve armoede van het gamelandschap vandaag de dag. Dat wordt heel veel ge-HD. Dat komt ook omdat er gewoon HD hier, HD daar, HD overal. Maak eens gewoon nieuwe originele games in plaats van gewoon steeds maar dat laagje vernis eroverheen te gooien, inclusief de DLC. Weet je wel, kom op. En waar hebben we het over, man? Over de game waarvan de laatste DLC 2 maanden geleden is uitgekomen. Maar Dark Souls kun je wel anders spelen, toch? Op verschillende manieren? Of is het toch wel min of meer hetzelfde pad wat je belooft? Ja, ook wel, tuurlijk. Maar wat gaat een Dark Souls fan hier nou mee krijgen? Iets geliktere graphics, misschien iets soepelere animaties. En het lijkt me ook wel een doelgroep. Het is niet zo dat er nu opeens mensen zijn die Dark Souls niet op de oude consoles hebben gespeeld, die hem nu dan wel op de nieuwe consoles. Het is echt iedereen die van Dark Souls houdt, die koopt hem. Als je hem in het verleden niet hebt gespeeld, ga je hem in die HD remake ook niet opeens voor het eerst spelen. Niet voor mij aan te raden. Dat heb ik al vaker gezegd. Ga ik dat niet doen. Nog een trailer dan maar van de zombies van Call of Duty. Look at me. Are you bitten? What happened down there? You're okay. You're safe now, son. There's not many of us left. Jesus. You seeing this? Dit was dan een soort van geheim. Maar ja, hallo. Ik bedoel, je wist dat dat zou komen. De zombie mode was volgens mij altijd van Treyarch. En dit is Sledgehammer. Ja. Dus een beetje verrassend is het wel. Nou, ik begrijp het eerlijk gezegd niet zo goed. Ik bedoel, ik dacht altijd inderdaad van dat het een soort van exclusief ding was voor Treyarch. Vanaf het moment dat ze World at War hadden gemaakt. Was behoorlijk succesvol. Niet bij mijn vrienden, want wij waren toch meer van een online multiplayer. Maar wel veel mensen die ik kende die het met veel plezier hebben gespeeld. Ook in de daaropvolgende delen. En dan komt het opeens. Ja, dan is het van, het is ook allemaal Call of Duty, dus wij pakken het maar van jullie. En dan geven we onze eigen interpretatie eraan. Ja, dat had niet gehoeven voor mij. En natuurlijk het feit dat het eigenlijk al in het origineel zou zitten. En dat het dan later als in de vorm van DLC komt. Ja. Dat mensen er toch voor moeten lappen. Maar ik zoiets van, nee. Had je maar gewoon even op iets anders gefocust. Wat gratis bij de game zou zitten, wat er gewoon in zou zitten. En laat Treyarch maar weer gewoon die zombies doen. Dat is hun pakkie aan. Ja, want Treyarch is next in line volgens mij. Yes. En daar ben ik zeer benieuwd naar. Ja, maar ja, die kunnen als ze ballen hebben, gaan ze terug naar de Tweede Wereldoorlog of zo. Ja, dat wil iedereen, niet doen. Iedereen. Nee. Want ik vond World at War niet zo heel erg tof. Ik vond ze vanaf Black Ops pas echt tof worden. Ik denk gewoon Black Ops 2. Dat hoop ik ook. Ik werd gevraagd om een top 5 te doen. Ik ga een toepasselijke top 5 doen. Want ik maak de laatste tijd ook weer wat GameKings extra's. En die heb ik heel positief ingestoken. Want ik ben echt proberen mezelf te veranderen. Weet je, niet meer dat bozige dit en dat. En dan krijg ik alleen maar commentaar. Wanneer ga je weer een keer boos worden? Ja, ondertussen geef je dat gewoon aan mij, zeg maar. Want ik word alsmaar zuurder met de week. Oké, jij wordt zuurder, ja. Nou ja, goed. Omdat ik toch weer... blijkbaar mensen vinden mensen dat hartstikke leuk. Dus ga ik een Jan Mulder top 5 doen.
Mijn top 5. Ze gaan niet meer Waldorf en Stedtler doen? Nee, we gaan nu echt een top 5 van. Ja, echt, waar ik nou echt de afgelopen jaren helemaal gestoord van werd. Op gamegebied, hè? Op 5. Heb je even. Nou. De eerste Operation Flashpoint. Daar werd ik echt helemaal gek van. En dat ding is van. Kijk, eigenlijk al mijn. Nummers hebben iets te maken met geduld. Ik heb echt het geduld van een ADHD op speed persoon. En toen Operation Flashpoint kwam, dacht ik van wow. Want vanaf kinds af aan ben ik gefascineerd door oorlog. En het enige wat ik wilde als kind was commando worden. Vervolgens heb ik laten afkeuren in het leger omdat je in dienst moest. Daar had ik daar weer geen zin in. Maar ik wilde altijd commando, allemaal opstellen ging over commando. Ik ging alleen maar oorlogsfilms. En je kan me nog steeds wakker maken voor je goede oorlogsdocumentaire. Toen dacht ik van wow, dat is het helemaal. Weet je? Want dat is een beetje in de tijd ook met kweek en dat soort shit. En echt gewoon oorlogsvoering. Je zegt het al, in de tijd van kweek. Ik voel hem al aankomen. Ja, oké. En nou, dus ik ga daar op pad. En ja, ik ben gewoon de vlees geworden Rambo, weet je wel. Dus ik pak mijn geweer en ik ga daar gewoon in de aanval. En ik werd gewoon voor lange afstand kapotgeschoten. En het lullige is dan, dan moet je steeds weer helemaal aan het begin. Dan moet je hele tyfus eind moet je weer gaan lopen. En dat ging maar door. Die ende lopen en ook voorbereiden, weet je. Wat nou voorbereiden? Een echte man, pak, maakt niet uit welk wapen. Die pakt die wapen en die gaat in de aanval. Gast. Ja. Je bent toch gewoon zo'n oorlogsgeek? Ja. Je hebt toch al die documentaires gezien en zo? Je weet toch ook wel dat je gewoon niet head first gewoon als een gek gewoon... Nee, man. Quakey, gewoon springend in de lucht gewoon het strijdtoneel in moet duiken. Ik ben die gast met dat hele zware wapen die op een gegeven moment ook alleen zo... Weet je wel, dat is tof. Gewoon maaien met die handen. Ja, maar dan sta je achter zandzakken gewoon stationair, weet je wel. Ja, maar niet met zo'n ding gewoon vervolgens gewoon kilometers lopen. Dat heeft dus ook te maken met gewoon... Ik kan gewoon dat geduld niet opbrengen. Ik word gewoon helemaal gek. En die game, het was ontzettend vet. Maar na 2 uur ben ik ermee gekapt. Want ik sloopte alles. Op nummer 4 heb ik... toen ik begon, een jaar of 15, 16 geleden als gamesjournalist, dan ben je een rookie. En dan krijg je eigenlijk de overblijfselen. De games die niemand wil. En dus moest ik... Flight Sims doen. Mm, je weet wel, daar zat dan een boek bij, dikker als dat was de Bijbel in de Koran. Dat was de tijd dat ik jou al aan het uitlachen was, omdat ik toen al een aantal jaren actief was. Al de leuke games. Jij krijgt de leuke games, de vette dingen. En ik moest die fucking Flight Sims doen met handleidingen die dikker waren als de Bijbel en de Koran boven op elkaar. En dan was je daar, nou, lezen doe ik dan sowieso al niet. Dus ja, dan ging ik maar gewoon proberen om dat vliegtuig in de lucht te krijgen. Ja, no fucking way. Dan was je 1,5 uur en dan ging dat ding zo... Weet je wel? En echt... Op je Windows 95. Ja. Maar ik zal nu bekennen, 15 jaar na data, op basis van... maakte ik wel een review. Ja, hier ga jij met terugwerkende kracht echt nog heel veel problemen mee krijgen. Gewoon een 8 of zo aan Microsoft Flight Sim of de Red Bear, weet je. Ja, het is echt gewoon... En het heeft mij verbaasd dat ik Boris later wel hoorde dat hij dat dan wel tof vond op zo'n Boeing. Maar echt, jezus, wat een ellende was dat allemaal. Goed, op 3 hebben we de PC. In het algemeen, ik ben mijn carrière begonnen met het review op PC. Dat was in de tijd dat je een beetje, ja, weet je wel, die SNES'en en dat soort dingen. Maar echt, de meeste games kwamen op dat moment op de PC uit. Ja, de meeste games, nou, de meeste vette games. Ja. Dat weet ik ook niet, want op de SNES had je natuurlijk ook wel games. Maar goed, zo, hè? Ik speelde dat wat minder. En ik ging me, omdat ook, dat was ook wel leuk, in die tijd had niet iedereen ook een PC thuis, weet je. Het was niet dat je allemaal nog aan het tikken was op dat ding. PC is leuk en aardig, maar je hebt er ook geduld voor nodig en een beetje technisch inzicht. En beide ontbreekt bij mij ten gehele malen, wat is het? Nou, geen van beide. Geen van beide, helemaal. Ja, en dan moet je, weet je, dan had ik een game en dan staat erop en dan zei of gewoon van, een geeky friend. Een geeky friend, die had ik ook niet. En dan, ja, maar deze game doet het niet met je videokaart, want je geluidskaart is verkeerd. En dan moest je weer drivers gaan downloaden. En dat moest je dan moest je dan in je mapje slepen van je direct, weet ik allemaal wat. En... Nou ja, ik heb zo vaak trappen tegen dat ding gegeven. En gelukkig kwam op een gegeven moment de PlayStation en al die andere echte, echte toffe dingen. Kon ik daarop overstappen. En ik heb sindsdien... Ah, jij krijgt die hele fucking PC-computer over je heen. Ja, maar ik kan er toch niks aan doen? Wat kan ik daar nou toch aan doen?
Ja, ik bedoel, ik kan het niet meer accepteren. Maar ik bedoel, je kan er wel tegen gaan trappen. Maar weet je, die PC die trapt niet terug. En die kan er verder ook niet zoveel aan doen. Dat jij zo'n nitwit bent. Ik bedoel, nitwit? Ja, gewoon op het gebied van PC. Ik heb verstand van heel veel andere dingen. Nee, maar goed. Bedoel, de console gamer is gewoon een ander type mens dan de PC game. Maar anyway, ik heb sindsdien ook echt nooit meer een PC game aangeraakt. Echt al de afgelopen 8 jaar niet. Kom op, man. Ja, die pakken we nog wel even mee. Dan gaan we gewoon naar tot. Nummer naar Hummer 4 gaan. En sinds al die ellende op de PC, het is echt 10 jaar terug of zo, heb ik dat ding echt nooit meer aangeraakt. Sterker nog, mijn tekstjes schrijf ik gewoon netjes op een iPad. Echt? Ja. Dat verklaart al die spelfouten van je. Precies. Oh. Kan ik tenminste ook Apple de schuld geven. Ja, precies. Goed, op nummer 4. 2. daar heb ik staan... Wie is er nou niet wakker? Jij de weet. Sniper. Oké. Okay. Echt. Gasten, maakt niet uit in welke shooter, maar voornamelijk in type shooters als Call of Duty. Waarom zou je gaan snipen, man? Wat is dat voor een omdat love? Dat iets is om heel... Ik bedoel, het is heel tof om te masteren gewoon. Ja, te masteren. Sta je daar gewoon aan de andere kant van de map, in een hoekje zitten. Hé, het zit toch in de game? En dan zie je dat puntje, dat zit er gewoon 6 meter naast en dan ga je nog dood. Competitief? Echte gasten pakken gewoon eigenlijk een light machine gun. Jawel. Nee, dat ben ik niet met je eens. Ik zie jou ook niet sniperen. Ik haat snipers en ik haat het om te moeten sniperen. Als mijn geweer leeg is en ik pak een wapen op, en het is een fucking sniper, dan loop ik net zo graag liever nog 2 rondjes om de map heen tot ik gewoon een ander wapen heb gevonden dan de sniper. Maar... Ik geef ook in toe, team-based games is het hebben van een sniper en objective-based games is het hebben team-based. Van een sniper. Ja. Ik speel free-for-all. Kijk, daar heb je het al. Dan is het hebben van een sniper in je team redelijk essentieel op grotere maps. Ik begrijp het ook wel. En het heeft ook alles te maken met mijn eigen falen op het gebied van shooters. Want zo goed ben ik niet. Alleen, ik ben zo'n drollenbakker dat ik... geld likken, drollenbakken. Ik verzin ze wel vandaag. Hè. Dat ik gewoon, dan zit zo'n sniper zit daar. En weet je wel, sowieso ben ik al heel slecht. Ik loop gewoon. Ik ben aan het rennen overal. Dus dan word ik weggepopt. Ga je dood en dan ga je hem opzoeken. Juist. En dan ga ik nog 6 keer dood. Maar uiteindelijk, ik zal hem hebben hoor. Weet je wel, maar ja, goed. Hij heeft al 10 kills. Nu ga ik links op. En dan weet hij het al. Ik ga even naar links kijken. Dus waarschijnlijk aan de andere kant dan zit die gast. Nou, dan komt hij weer. Flap. Weet je, is echt verschrikkelijk. Heb ik ook een paar keer meegemaakt. Maar is verschrikkelijk. Ik haat die gasten gewoon. Ook op diezelfde map van Modern Warfare 2 had je snipers op die daken gewoon. Ook ik krijg er gewoon niet ook vanaf. Ook een glitch. Ja. Gingen ze met van die flares gingen ze op het dak en dan spawnen ze steeds daar. Bah. Heel irritant. Goed. Op 1 hebben wij de eindbaas. En niet zozeer de eindbaas, maar de eindbaas met als je doodgaat, dat je niet bij de eindbaas wordt gezet. Maar dat je een heel stukje terug moet. En waar had ik dat nou laatst? Diablo. Kijk, ik ben sowieso slecht met eindbaas. Ik heb gewoon geen geduld. Dus ik ga er weer volop af. Terwijl je eigenlijk moet je eerst rustig gaan kijken wat zijn zwakke punt is. Waar alle stashes liggen. Je held en dat soort dingen. Dus ik ga vaak dood. En dat vind ik dan ook nog niet zo erg. Maar als je dan echt... Iedere keer dat hele dat stuk ertussen weer terug moet lopen. En daar zit vaak dan ook weer een cutscene tussen, zodat je weer moet... Waarom? Waarom doen games dat? En ik heb dat ook een beetje met bijvoorbeeld een game als Skyrim of een open wereld. Dat je op een gegeven moment, dan weet ik even niet meer wat ik moet doen. Van waar moet ik nou heen? En dan ga ik lopen en dan loop ik dus echt 15 minuten rond. En dat is zo'n game, dat moet in te programmeren zijn. Dit is de open brief van Jan-Johan Beldrok aan alle ontwikkelaars en uitgevers van de wereld. Of jullie misschien in elke game gewoon mooi zo'n rode loper willen uitleggen. Waar JJ gewoon in alle rust gewoon lekker overheen kan lopen. Ja. In 1 rechte lijn door naar de eindbaas. Nee, je mag best wel een kronkeltje. Jongen. Je zou toch met al die jaren gameervaring en zou je nu toch al mogen verwachten dat gewoon jij elke uitdaging wel aan zal kunnen. Maar nee hoor. Nou, ik zal het wel aankunnen. Een beetje uitdaging. Jongen, vroeger als je een Commodore 64... Het is toch geen uitdaging om de hele tijd hetzelfde stukje waar niks gebeurt te moeten lopen? Als ik Bruce Lee speelde en ik was op de Commodore 64 en ik zat op 80% van die game en ik had hem bijna uitgespeeld en ik ging dood, moest ik weer helemaal fucking opnieuw beginnen met die game. Om maar een voorbeeld. Nee, dat was hoe het ging. Wat word je daar beter van als mens? Daar word ik gewoon scherper van. Scherper? Ja. Nee, maar goed. Maar het gaat mij niet om skills. Het gaat mij om het nodeloos
rond moeten lopen. Dat stukje, dat vind ik nodeloos. Het feit dat als je op een gegeven moment, doordat de game niet goed aangeeft waar je naartoe moet, en er zijn gewoon echt games die, waarbij dat gewoon niet goed werkt, dat ze dan niet inprogrammeren, gewoon op een gegeven moment van na 10 minuten van dat ze een hint geven. Want sommige games doen het wel van, hey, zou je niet eens misschien wat meer naar de linkerkant gaan? Weet je, dat soort dingen. Ik bedoel, dan maar voor die domme gamers zoals ik. Maar het gaat om mijn ergernissen, om waar de zelffrustratie, hè? Het is niet zo van nee, dat de games is, maar gewoon waar ik gek voor word. En dan is die eindbaas, ik ga al heel vaak dood. En dan ook dat ik elke keer weer dat kleine kut. Dat is voor mij echt een moment dat ik dan die game gewoon wegleg. Dan is het afgelopen. Heb jij serieus ooit maar 1 seconde wel eens overwogen om Demon's Souls of Dark Souls 1 of 2 dan te spelen? Ja, absoluut. En dan ben ik een half uur verder en dan stop ik ermee. Jongen. Maar echt, dat over eindbazen en de lange trajecten absoluut. Eraan voorafgaand gesproken, ja. Zeg. Dat is dan ook niet voor mij. Dus dat is dan een ergernis voor mij. Naar mezelf toe. Ik baal ervan. Als er een psychiater is ergens in Nederland die me erbij kan helpen. Er zijn meer mensen zoals jij. En dat is niks om je voor te schamen. Nee. Weet je wel. Ik bedoel, jij moet gewoon van die lekkere... hapklare brokken elke keer gewoon 2 meter voor de eindbaas weer respawnen. Maar bij FIFA is dat juist een voordeel. Ik bedoel, al die gasten die zijn ze een aanvalletje aan opzetten. Het is gewoon maar gewoon bam, bam, 3 schijven, boom, goal, weet je. Ik bedoel, daar gaat het om. Maar te weinig geduld. Helaas. Ja, zonde man. Want je mist wel een hoop hoor op gamegebied. Ja, maar ik hou ook een hoop tijd over om andere dingen te doen. Dat is waar. Jij slaapt waarschijnlijk ook gewoon. Ik slaap, precies. Ja. Ik moet zo meteen mijn nest op gaan zoeken. Goed! Nou. Dit weekend, als Kate gaat slapen, zijn er wel voor de rest van Nederland hele leuke dingen te zien op GameKings.tv. We hebben de review van Little Big Planet 3. En wat ik gehoord heb, is het een ongelooflijk vette editie. Het is weer een stukje frisser. Ja. Precies. Dan hebben we ook nog de review van WWE 2K15 van ons twee. En dat gaat heel spannend worden. We gaan er hard tegenaan. Zondag hebben we aflevering 20. De tweede First Look aflevering. Kan je jezelf weer gaan spotten. Ja. En we hebben de review van Pokémon, Solveil, Omega Ruby en Alpha Sapphire, jongen. Ja. Er zijn er 3 miljoen van verkocht in één weekend. Het doet het nog steeds gewoon fantastisch. En bij First Look ook, man. Dat was manisch. Dan kon je gratis pokerflutsen krijgen en iedereen werd helemaal lijp. Maar goed... Zeg weer pokerflutsen, dan krijg je de poke-community achter je aan. Ja, maar daar ben ik nou niet bang voor. Oh, okay. En voor die PC-community ook niet. Nee? Maar de Call of Duty-community zal ik nooit dissen. Waarom niet? Gevaarlijke gasten. Ja, ik heb ze gezien afgelopen weekend in Engeland. Waren ze weer bezig? Ja. Oh, man. En de trash talking, de flame wars. Ongelooflijk, man. Ik zit een boek te lezen over die hele die oorlog tussen die in Amsterdam. Tussen Glenn en dan een beetje die Marokkaanse 2 straatbendes die met elkaar elkaar helemaal aan het afmaken zijn. Oh, okay. En al die gasten spelen Call of Duty. Staat erin. Dus daarom pas ik een beetje op. Oh, jee. Ja. Killers. Goed. En dan hebben we natuurlijk nog vanavond om... 5:30. Helemaal niet vanavond. Het is morgenochtend om 1:55. Ah, nee, dat is vanavond nog. Slaap je joh. Dan al? Of ben je dan weer... Als dan ben ik waarschijnlijk alweer wakker. Ja, precies. Een nieuwe aflevering. De BlizzCon aflevering. Met Overwatch, volgens mij. Steven. Overwatch inderdaad. Bam. Steven die daar een natte broekje krijgt van Overwatch en al het andere wat BlizzCon 2014 te bieden had. Precies. Samen met David. En dat is een hele leuke aflevering. Ik raad je dan ook aan om hem zeker even te gaan checken. En zoals gezegd, ook dus het hele weekend volop items hier op GameKings.tv. Dus je zit weer helemaal gebeiteld voor het weekend. Ik vond het een beetje een Eurosport afkondiging van jou. Ging echt zo, bam, bam, bam. Dan zeg je toch van, ik ben Richard Simon en ik ben Jan-Johan Beldrok. Namens GameKing was dit Richard Simon en naast mij Jan-Johan Beldrok. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.